Volvo P1800 ES Station. Project. Bodem is wel hard, maar zoals je kunt zien, koetswerk heeft blutse builen en krassen rondom. Natuurlijk opnieuw te lakken. Wagen start en rijdt, wel te verstaan om te verladen. Uitlaat een stuk en je verliest ook een beetje benzine aan de leiding. Hier heeft een oppervlakkige koetswerkschade aan de zijkant. Het kroonwerk van de deur ligt in de koffer. Misschien is het eventueel nog bruikbaar. Reservewiel zit er ook in. Redelijk zuiver nog, maar hier en daar nog wel sporen natuurlijk. De zetels zijn eigenlijk relatief goed. De bekleding aan de passagierkant, die is eigenlijk, als je het kunt zien, beschadigd. De dashboard bovenaan heeft zonschade. Automaat. De stuurkant is goed. De zetels achteraan zien er ook goed uit. Motor. Compartiment. Zuiver. Dus ja, je verliest hier een beetje benzine, maar het kan goed zijn als men het vastdraait. Ik heb er zelf nog geen tijd voor gehad, maar dat het opgelost is. Vooruit is niet stuk. Volvo P1800 ES.